Goeiedag. Het is een mooie donderdag die ook mooi begon. Kijk eens wat een prachtig ochtendrood er aanwezig was. Ja, veel zon vandaag en de komende dagen krijgen we echt een paar prima nazomerdagen. Het is ideaal weer ook bijvoorbeeld om te gaan vissen zoals deze meneer aan het doen is. Er staat heel weinig wind, het zonnetje schijnt en het is niet al te warm. Die temperatuur overigens die gaat de komende dagen wel geleidelijk aan wat omhoog. En dat komt omdat er vanuit het zuiden warmere lucht onze kant op gaat komen. Dit is de weerkaart van donderdagmiddag. We zien een storing boven de Noordzee liggen en boven Groot-Brittannië, maar die blijft op afstand. En dat komt omdat er een hoge drukgebied gaat opbouwen boven Nederland en Duitsland. En dat hoge drukgebied houdt deze bewolking weg, zorgt ervoor dat we een zuidoostelijke stroming gaan krijgen. En in die stroming wordt dan die warme lucht aangevoerd. Temperaturen gaan verder omhoog. Morgen misschien al hier en daar in het zuiden zomers met 25 graden. En ook de zaterdag die ziet er warm uit. Zondag is dan ook nog een dag met flinke zonnige periode en droog weer. En vanaf maandag kan de storing dan wel gaan passeren en krijgen we te maken met buien. Allemaal nog ver weg. Eerst een paar mooie nazomerdagen waarbij de temperaturen op zich best aangenaam zijn. Want vanmiddag is het zo'n 20 tot 22 graden en dat alles bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Komende avond brede opklaringen, vannacht ook vrij helder. En de temperatuur kan flink onderuit gaan. Zeker in het binnenland is dat het geval. Lokaal minimumtemperaturen van zo'n 7 of 8 graden. De wind die blijft in de zuidoosthoek en is niet veel. Het is een zwak windje dat er staat. En ook vrijdag overdag is de wind vaak zwak. Temperatuur loopt verderop, 22, 23 graden in het noorden en midden van het land. In het zuiden lokaal 25 graden. Zomerse temperatuur dus met heel veel zon en weinig bewolking. Zaterdag is ook zo'n dag met flinke zonnige periode. Temperatuur loopt dan op naar zo'n 24 tot 27 graden. De wind houdt een wat oostelijke voorkeur. Dat geldt ook voor de zondag. Ik denk dat die zondag ook nog droog verloopt met nogmaals zomerse temperaturen. En dan kijken we ook nog even snel verder. Maandag dus de buien die gaan komen. Dan wordt eigenlijk ook wel weer de meeste warmte verdreven. Misschien zelfs maandag ook een paar onweersbuien erbij. En dinsdag hebben we te maken met lagere temperaturen. De wind heeft dan de westhoek opgezocht en dan komen we niet meer aan de 20 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor de woensdag. Nog fijne dag.